Hallo, ik ben Hannes en ik verbaas me al jaren over de lelijkheid van de huizen in ons land. Op mijn Instagram-pagina Ugly Belgian Houses post ik foto's van de lelijkste huizen die ik tegenkom. Ik bel nooit aan bij die huizen. Eerlijk gezegd, omdat ik een klein beetje bang ben van de mensen hun reacties. Maar vandaag breng je daar verandering in. Ik zou iets willen zeggen, maar ik snap het echt niet. Dag meneer. Hallo, ik ben Hannes van Iedereen Beroemd. Ja. Wist u dat uw huis op een lelijke Belgische huis staat? Wat vind je ervan? Oh, grappig, ja. Hoe lang woon jij hier al? 4 jaar, denk ik. Weet je waarom het eruit ziet zoals dat eruit ziet? Ja, de eerste indruk dacht je, waarom wil je nu in een donkere living zitten. Ah, maar daar zit er wel raam, maar hier niet. Nee, die zijn toegemetst omdat ze hier een berging van gemaakt hebben. Okay. Dus er zijn 2 verschillende deuren, zodanig dat je met de fiets gewoon binnen kan. En dan hier zo'n potrel daar dwars door, heeft die nut of zo? Architecturale vrijheid noemen ze dat. Ik denk dat ze een bepaalde look wouden bereiken. Welke look, dat is mij nog een vraag, maar ja. Was de eigenaar zelf architect of... Nee, wel interieurarchitecten, maar... De buitenkant was de architect zelf. Is de binnenkant in orde? Ja, ik vind het wel in orde. Ja, maar de voorkant vind je zelf niet 100%. Nee. Ik heb wel al gezien dat mensen die online dachten dat het geïnspireerd was op de vuilbak. Bovenaan aan die raam is ook zo van dat ijzer. Waarvoor dient dat? Ik zal er maar was aan hangen. Heb je dat geprobeerd? Nog niet geprobeerd, maar dat is misschien wel een goed idee. En weet je nog de eerste keer dat je hier aankwam bij het huis? Had je het gezien online of zo? Dat was het tweede huis al bezochten. En ik dacht, oh nee, deze straat, dit huis. En dan doe je de deur open van de lieve en dan denk je, ah, oh, I'm in love. Ja, echt? Ja. Direct. En zou je het ooit veranderen, mocht je kunnen? De voorkant? Ja. Nee. Nee? Dat is perfect zo. Ja, ça va. Ik moet er niet hele dagen op kijken. Andere mensen moeten erop kijken. Dus. Ja, als er iemand een naam heeft voor dit soort stijl, ze mogen het gerust laten weten. Ja, voilà, inderdaad. En wat vond je ervan dat het op de website stond van lelijke huizen? Ja, mijn vriend was zo van, allee, gechoqueerd. Wat zou je zeggen tegen die persoon die het op zijn website heeft gezet? Zeg jij dat misschien? Oh. Het waart al zover, oké. Okay. Moet je nog eens op de foto met mij? Ja. En je huis? Ja. Dus als je ruzie hebt, kun je zeggen, hij slaapt daar vanachter en ik slaap daar. Ja, ik zal de volgende keer zijn. Hij zal content zijn.